Yes, goedemiddag mensen. We zitten weer in stijl met de zoveelste aflevering van Hoe ver zijn we nu met de Kruisweg? Als het goed is, zien jullie op de achtergrond ergens Michel lagen aanbrengen. Lagen in de kleding van iedereen behalve Jezus. Ik ga even met u rondlopen en kijken wat we allemaal aan het doen zijn. Nou, allereerst een welgerelateerd project. Maar niet direct de Kruisweg. Jezus aan het kruis zoals wij dat zagen. Hier hangt hij aan de zijkant. En dan hebben we er hier nog eentje doormidden. Dan is er ook nog eentje in de gang. En eentje is naar onder gedonderd deze dagen. Dus daar komen we dadelijk nog aan voorbij. Ik ga met u even kijken hoe ver we zijn. Nou. Dit is volgens mij nummer 11 van de Kruisweg. Dat is waar Jezus vastgetimmerd wordt. Nou, Jezus zelf hebben we nog eventjes uitgesteld. Daar wachten we nog even mee. En in dit geval is de Romein. Die hebben uniform aan. Ook die zijn we nog niet aan het schilderen. Wat zijn we wel aan het doen? Zoals hier, Veronica met de doek. Moet ik even schatten. Ik denk dat dit de vijfde of de zesde laag is. Die over de kleding gaat, dus het is nog altijd diepte erin brengen. Jullie zien ze hangen niet op volgorde. Dit is de, als ze hem naar het graf dragen, dat is volgens mij de laatste ook. Dan zie je hier de voorbeelden die we van Jacques Spee hebben. Hoe de nuances aangebracht moeten worden. En je ziet dat Jezus nog altijd gewoon in het wit is. Nou, de twee mensen aan het kruis. Met het voorbeeld en Jezus, die zeg ik nou niet meer. Normaal zeg ik altijd dat het net lijkt of hij een goal gemaakt heeft. Nou, ik loop voorbij de tafel waar alle kleuren liggen geprepareerd. Dan komen we in een klein probleem. Hier ligt nog een Jezus en dat probleem is Michelle. Want nu moet ik proberen aan de andere kant te komen zonder 1,50 te overdrijven. Nou, eerst kan ik jullie nog even laten zien Maria als ze Jezus ontmoet. Maria is in het blauw en het gekke is ook dat ik nog geen één blauw iemand aangeraakt heb. Ik doe aan alle andere kleuren wel mee, maar het blauwe niet. Ik ga een beetje kijken hier. Bij de afname van het kruis. En wat zie je? Je ziet dat we de highlights, de lichte tinten wat op aan het halen zijn. Maar hou er rekening mee dat er nog een stuk of 5-6 lagen overgaan. Dus dat valt eigenlijk weer minder waar te nemen. Nou, Pilatus, als die Jezus veroordeelt. Jezus die net een afslankkuurtje doorgemaakt heeft. En ja, hier weer een voorbeeld. Plus het origineel. Jezus met de twee dames, die staan te wenen. Ook hier weer highlights aangebracht. En die worden straks weer overgeverfd. Wie hebben we hier? Ah, Simon van Cyrene met zijn plooienrokje aan. Ook altijd leuk. Mag nog iets, hoe noem je dat? Pastelachtige oranje. Nou, mensen, dat was het voor deze week.